Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En wie kent dit? Zeg maar de enige dag dat ik een keer gewoon op tijd. Ik moet natuurlijk voor mijn werk zo ook wel op tijd opstaan. Maar in principe kan ik dan later opstaan dan dat Niels wakker wordt. Normaal wordt Niels altijd om 6:50 wakker. En het is nu al 6:55 en hij ligt nog te slapen. Nou echt waar, shoot me. Ook in het weekend. En nu blijft hij gewoon liggen. Wie herkent dit? Goed. Waarom ben ik zo vroeg op, zou je vragen, voor iets heel raars. Ik heb namelijk een afspraak bij de plastische chirurg. En dat klinkt alsof ik iets wilds aan mezelf ga doen, maar dat gaat dus over die buik. En het is medisch, het is niet omdat ik het mooier wil hebben. Natuurlijk wil ik het ook mooier hebben, maar dat is niet, ik heb pijn zeg maar, daar gaat het om. Dus het voelt heel gek. Dus ik weet niet, dan zit ik straks in de wachtkamer bij de plastische chirurg. Ik vind het heel weird. Maar goed, ik ga eerst lekker ontbijten en dan... Zij gaat even mee, dus ik had wel fijn. 2 horen meer dan 1. En nou ja, dus die gaat mee. Dan gaan we die kant op. Je hebt iets anders pakken voor Amy. Oké. Dat is voor mijn wilde. Die? Dan moet je even de lader uitschuiven, Niels. Kan je dan? Ja, hij is weer gerepareerd. Nee, het is gerepareerd, hè? Het is gerepareerd. Ja, je pakken. Nou, inmiddels is iedereen wakker. 8:50. En ik ben me aan het aankleden. En mama die kan er elk moment zijn. En dan gaan wij de deur uit. Ik zit hier nu heel spannend in. Ik zit hier nu hele spannende dingen te doen. Ik maak ook nog een boom. Ik moet deze in gaan kleuren. Is heel mooi ingekleurd, helemaal binnen de lijntjes, hè? Nou, je kan dat heel goed hoor. Echt waar. Dat wist je niet, hè? Nee. Ik denk dat kan. We zijn terug uit het ziekenhuis. Het duurde eindeloos allemaal, maar het... Ik zal nou, misschien straks of misschien in een andere video wat meer over vertellen. Maar in ieder geval was ik daar vanwege mijn buik. Maar goed, het was allemaal heel goed, maar het duurde allemaal heel lang. Dus nu zijn we weer thuis. We gaan nu eventjes naar buiten toe. Ik moet even mijn fiets ophalen bij de fietsenmaker. En de kids even nog een frisse neus. Allemaal wel een beetje ziek, zwak en misselijk weer. Sven is ziek. Niels voelt zich ook niet echt topfit. Elin heeft nog steeds alweer de wasdiefes. Nou, mama en ik still go strong, dus wij will take over. En ik ga een hele grote doos van de ezels wegbrengen. Deze, want ik had dus allemaal jassen besteld, maar ik hou er 1, maar de rest gaat dus terug. Maar we gaan een mega grote doos, ik bedoel, dit is mijn hand. Echt heel groot. Kijk eens dat oma. Ik loop naar de fietsenmaker om mijn fiets op te halen. Daar was ik vanmorgen al, maar toen had die man zichzelf buiten gesloten. Dus mijn fiets stond binnen en die man stond buiten. In zijn trui zonder jas. Maar nu, is, als het goed is, is hij weer in de winkel. Ik was dus net bij de fietsmaker, want ik had zo'n ketting die echt even gespannen moest worden, of hoe dat dan ook heet mag. Maar daar stonden we vanmorgen al voor de deur met de kids. Alleen toen had die man zichzelf buiten gesloten. Dus daar was ik nu weer. Fiets opgehaald. Mama is nog even met één naar buiten. Niels voelt zich ook niet lekker, dus die zit even... met Sven in bed een filmpje te kijken. Want Sven vond het gewoon niet lekker. Dus dan ga ik hier even de boel opruimen. En dan kunnen we zo gaan koken. Het is nu 5:00. Ja. Het is een beetje een gek dochie. Papa, oh! Het gaat regenen! Oh, nou dan ga ik snel naar huis. Dan neem ik de stoeltjes mee. Zo. Dan gaan we alleen naar een vet. Ja, dan gaan we naar... Fijne avond. Fijne avond. Ik woon hier achter. Oh nee, die moet daar niet. Die moet even bij Pieter Post. Oh. Ga jij hem pakken? Kijk, ik zit hierin. Hallo. Hallo, wat zit je hoog? Ja. Goedenavond, we zijn alweer... Even verder en ik ga zo eventjes tanden poetsen en zo, want het
Het is bijna 11 uur en dat betekent tijd om eten te voeden. Ja, deze fles kan er gewoon niet af. Dat is het. Nou, ik vind het, ik heb het al eerder gezegd, ik vind het niet erg. Het is voor mij een mooie stok achter de deur om te zorgen dat ik tijd in mijn bed lig. Want ik voed haar dan hier en dan leggen we haar weer in de eigen bedje zitten. Klein weekje denk ik of zo weer bij ons op de kamer geslapen. En vannacht dus weer voor het eerst op het eigen kamertje geslapen. Het was gewoon zo ontzettend verkouden met zo'n nare hoest. Dat het gewoon fijner vond als ze hier lag. En nu is Niels echt heel hard aan het ademen. Ik dacht echt, wat hoor ik nou? Maar ja, hij lag gewoon op zijn rug. Ja, hij ligt gewoon heel hard te ademen. Ik denk omdat hij gewoon super verkouden is. Maar goed, ik heb niet zoveel gedaan. Een beetje surf tv gekeken. En Instagram en dat soort nuttige bezigheden. Dus ik ga even de poetsen. Morgen even sporten. En daarna gaan we lunchen met mijn ouders, met mijn broertje en zijn vriendin. Blijf ik kids daar slapen. Dan ga ik stappen met vriendinnetjes, eten, stappen. En superleuk, want een van mijn beste vriendinnetjes die woont tegenwoordig in Londen. En die is eventjes in Nederland. Dus dan gaan we lekker met z'n allen door het op. Dus het is zowaar 2 keer feest. In de maand januari. En dan slapen de kids even bij mijn ouders. Omdat ze is nu al 2 dagen ziek. En ik had het al daarvoor. Had ik het een beetje voor hem geregeld. Omdat ik dacht dan meestal gaat hij natuurlijk met de kids. Naar zijn ouders. Als hij bijvoorbeeld met vrienden gaat stappen of zo. Maar hij is dus eigenlijk nooit. Echt alleen thuis. Een nacht. En nu is hij dan wel met mij. Maar is toch anders denk ik. Dus ik dacht het is misschien wel fijn voor hem. Dus dat. Is morgen. En zondag gewoon een rustig dagje. Goedemorgen, het is zaterdag. En het was zo'n nacht. Maar uiteindelijk hebben ze wel tot 8:15 geslapen. Nou, en nog wel hoor. Maar... Oh. Wij zitten even gedrieënd op buiten. Dat wil zeggen, Eden zit erbij. En Niels een klein beetje kort heeft. Gaat het? Dat wordt verder. We hebben wel sporten, dus nou ja, dat gaan we maar doen. En hij is helemaal blij, want hij heeft nu multivitamine, zeg maar, of gewoon zeg maar, vitamine D. Er zit ook multivitamine bij. Hij wil nou ook heel graag even zien. Pilletjes in. Heel even achter. Wij hebben altijd gewoon een vitaminepil 's ochtends en hij krijgt die druppeltjes. Maar hij wilde dat ook een pil, dus ik heb nu vitaminepilletjes voor hem. Vindt hij echt fantastisch. Dus hij heeft er nu 2 in een bakje voor mee. Oh, hij gaat het even laten zien. Neem we mee naar opa en oma, hè? Ja. Eentje voor 's ochtends en eentje voor 's avonds. Eentje voor 's ochtends. Nee. Wel, echt wel. Wij gaan. Papa ook net. Wij gaan even naar mijn ouders toe. Dus bepakt en bezakt. Ik heb geen even op de grond gelegd. Ja. Net gezellig met z'n allen geluncht. Je bent gezellig helemaal vergeten te filmen. Maar was heel leuk en nu ga ik even bedenken wat ik aan wil doen vanavond. Want ik weet het al niet meer. Zeg maar, mijn kledingkast na de zwangerschappen is natuurlijk niet meer. Ja, moet ik dan weer wennen aan alles en of ik het dan leuk vind staan en zo. Dus nou goed, anyhow. Dat wil ik even doen, want Sven die wil zo nog even naar de stad. Dus ik dacht, als ik nou niet weet wat het moet worden, dan kan ik altijd nog eventjes mee. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En even drinken ik een toast. Ik zit inmiddels eventjes te werken aan de site. En ja, outfit, ik weet het allemaal niet zo goed. Dus ik doe wel wat. Ik twijfel ook. Hallo. Ik twijfel een beetje over. Wacht even. Ik twijfel een beetje over een. Oh, dan doe ik het weer verkeerd. Goed. Ik twijfel een beetje over een broek of een jurkje. Nou, ik ben er wel over uit dat het gewoon een broek wordt. Lekker makkelijk. Daar voor ben ik gewoon. Nee, is niet waar. Ik overdrijf. Ik heb wel echt eventjes in mijn kast goed gekeken. Van joh, wat had ik ook alweer van voor mijn grote buik. En nou, er zit nog best wel wat bij. Ik heb nu 2 shirtjes waarvan ik denk, of eigenlijk het is een blouseje en een trui. Maar niet echt een trui, maar gewoon een beetje een dunne trui. Ik denk dat het een van die 2 wordt.
Maar goed, dat ga ik straks gewoon nog even aantrekken en dan komt het goed. Dus dat. En nu ben ik eventjes bezig. Ik twijfel namelijk of ik nou een video al online had gezet of niet. En normaal hou ik het bij. In een boekje. Maar nou, daar is het me ook niet helemaal. Daar wordt het me ook niet helemaal duidelijk uit. Dus dan moet ik het even op een andere manier checken. Ja, ik denk dat het goed gaat. Nee, want ik dacht, ga ik dan nu nog aan de site? Of... Nee, dus ik heb voor morgen staat er één gepland. Maar ik heb degene voor volgende week ook al af. Ik denk dat ik dat toch gewoon maar eventjes ga doen. En dan ga ik daarna gewoon even lekker op de bank hangen. En dan gaat Sven maar even in zijn eentje naar de stad. Want ja, er wordt ook regen voorspeld. Dus ik dacht nog... Ik hoop niet trouwens. Dus kijk of ik het wel kan zien. Maar ik hoop niet dat het gaat regenen als ik naar de stad moet fietsen. Want daar heb ik natuurlijk echt geen zin in. Goedemorgen, het is zondag. En ik heb gisteren niet eens meer mijn outfit en zo gefilmd. Want uiteindelijk hadden we wat eerder afgesproken. Dus ik moest een beetje opschieten. Maar goed, ik had heel basic. Een witte trui aan en een zwarte broek en sneakers. Was super gezellig. En uiteraard mijn camera niet meegenomen. Geen zin in mijn haar, het was vandaag. Het stinkt niet echt eigenlijk. Ik dacht, doe ik morgen wel of niet. Ik had er nu niet van zin. Ik heb nu een super comfy trui aan. En broek met wijde pijpen. Niet te zien, maar dat heb ik aan. Heel lekker comfy. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik heb absoluut geen kater, maar ik heb wel een beetje keelpijn. En ik had gisteren ook al iets raars in de sportschool. Ik dacht misschien, ik ben weer overgestapt van mijn... astma-medicijnen. Ik heb astma en ik ben overgestapt van mijn astma-medicijnen die ik in de zwangerschap had, omdat mijn eigen dan niet mogen, naar mijn eigen. En die werken net iets beter, dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft. En sowieso is iedereen hier een beetje ziek, zwak en misselijk in het huis. Dus misschien dat het ook is, ik weet het niet. Maar in ieder geval voel ik me niet echt topfit, maar wel gewoon, ja, ik was best op tijd thuis. Ik lag om 12:15 in bed, dus dat is prima. En ja, we gaan zo de kids ophalen. Ik twijfel even of ik nu ga lunchen of straks, want ik heb het natuurlijk best wel laat ontbeten. En dan gaan we gewoon vanmiddag lekker met de kids. Een vriendinnetje van Niels vroeg nog of hij met haar wilde spelen gisteren. Maar toen zei ik, ja, hij is nu uit logeren, maar misschien morgen. Dus dat misschien vanmiddag, maar het is echt enorm vies weer. Maar even kijken. Maar goed, ze hadden het goed gedaan bij Open Home, dus dat is altijd fijn. Ik kreeg een foto. Ik zag wel dat Niels echt nog wel heel verkouden en zo was. Maar goed. Wat is nieuw? Hey, middens. Middag lekker bij me vannacht, hè? Och man. Dat zou zijn als er geen kids zijn. We hebben... Het is een raskat. We hebben dit ras uit. Het is een niet heel bekend ras. Maar het is een Pixie Bob. En we hebben dat... Oh, daar was ik klaar. We hebben dat ras uitgekozen omdat ze ook heel goed zijn met kids. Maar Mids is gewoon een beetje een vreemde eet in de bijt, ook in haar nestje. Maar zeg maar, dit is ze dus bij ons. Heel ontspannen. Ja, ze is aan het spinnen, maar dat kan je nu niet horen. Heel ontspannen en relaxed. Wel schrikkerig van aard, maar ik weet ook niet waardoor dat komt. Is ze ook altijd volgens mij wel gehad. Maar ze is altijd een beetje... Het is een soort van... Nou ja, held op sokken. Want ze probeert best wel stoer te doen, maar eigenlijk is ze dat helemaal niet, hè? Nee. Maar... ja, het is dus altijd wel als de kids er zijn, dan wordt het toch niet super relaxed. Dus nu zien we er gewoon minder overdag en vooral 's avonds als de kids op bed liggen en 's nachts. Ja. Eigenlijk gedijt ze het beste met één persoon om zich heen. Maar goed, nu is ze ook gewoon helemaal relaxed. Ja. Ja. Nou, en ik denk ook als de kids wat ouder zijn en ze snappen, zeg maar, dat... Ja, dat je gewoon niet met schoenen naar de toe moet komen rennen en zo, dat het ook wel beter gaat. Goed. Oh, is het weer het seizoen van verharenmittens? Dit dus. Yes. Hier ook. Oké, ga ik even afhalen. Ik heb lunch gemaakt. Een omelet met ui en 4 van die maiswafels. En ik heb er net al eentje op met salami. De kids zijn thuis en die liggen op bed. Ik film soms dingen. Hoe heb jij die? Ja, dat vind ik mooi. En wat hebben jullie? Jullie komkommertje. Oh, nee, lekker. Drie.
Oh, heerlijk. Jij mag hem niet. Nee, ik mag hem niet. Ik geef boodschappen doen. Tot zo. En wat ga je dan kopen? Niels met vriendinnetje aan het spelen en Elin en ik gaan even boodschappen doen. En Sven is uiteraard hier, hè? Ja. Zo, wij zitten lekker te happen. Hè? Doe maar open. Doe niet je hand erin. Ik weet dat je al een beetje vol zit, hè? En papa en Niels zijn nog even naar buiten, want Niels is niet helemaal aan zijn paas best net meer. Dat heb je wel eens. Hij is gewoon nog steeds niet helemaal fit. Zij trouwens ook niet. Ze hebben ook best wel lang geslapen vanmiddag. Ik heb hem uiteindelijk net niet hoeven wakker maken. Maar het scheelt niet veel. Volgens mij heeft hij ruim 2 uur geslapen. Zelfs echt wel veel. Maar goed, hij is gewoon niet helemaal topfit. Maar de laatste 10 minuten of zo met zijn vriendinnetje was het een beetje moeizaam. Want hij wilde alles wat zij deed en zij mocht dat dan niet doen. Dus dat was heel ongemakkelijk allemaal. Maar goed. Hij is nu even lekker buiten aan het spelen en daar knapt hij misschien wel van op. En dan is het zo gewoon tijd om te eten en dan gaat hij maar een beetje op tijd naar bed, denk ik. Ze hebben heerlijk gelogeerd bij opa en oma. Was allemaal goed gegaan. Elin had heel goed geslapen. En Niels ook, dus dat is altijd fijn. Goed zo, lekker lekker. En ik heb healthy blueberry chocolate banana muffins gemaakt. Dus die moet nog een klein beetje afkoelen en dan in een doosje. Ja, we hebben even Wie is de Mol teruggekeken. En verder zijn we vooral bezig met de kids die allebei niet echt topfit zijn en dat merk je. Ja, en meetens. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Ik ben nu nog even Modok aan het kijken. Maar wel, dat duurt misschien een beetje lang. Nou, misschien ook weer moeilijk geweest of iets. En dan ga ik hem afsluiten voor vandaag. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Geen idee. Volgende weekend gaan we even naar mijn nicht toe, want haar zoontje is dan nu 1,5 jaar oud. Dus dat vieren we dan ook eventjes. Verder hebben we hebben niet zoveel, toch? Volgend weekend? Nee? Volgend weekend hebben we niet zoveel, toch? Nee. Mijn nicht alleen, toch? Van de Zaan? Oude Kerk in Amsterdam, ja. Nee, dus we hebben niet zoveel, dat geloof ik. Maar we gaan vast iets leuks doen. Ik zie jullie heel graag dan. Dankjewel voor het kijken. Doeg!